Goedemiddag kijkers en welkom bij weer een nieuwe video. Deze video gaan we oppervlakte vissen. Deze video is opgenomen door heel het voorjaar en de zomer. Hij komt nu pas online omdat we veel live aan weten, dus die ga je ook zeker zien. Doe ons een blauw duimpje omhoog en geniet van de video. Lekker! Hoppa! Hangen! Lekker. Kijk dames en heren, weer een mooi schupje. Het is heerlijk weer, blauwe lucht. En uit het velhoekje helemaal prima. En hij is bijna klaar met vechten. Altijd heerlijk dat moment van aanslaan. Nou ja, hij gaat geschept worden. Kijk eens aan. Super mooi klein schuppie. Lekker uit het velhoekje. Ik denk dat ik kostje of 10, 15 erin gooide. En, hij begon eigenlijk als enige te happen. Toen 5 minuutjes gewacht. Toen dacht ik, ik pak hem wel gewoon. En binnen een minuut was het raak. Dus heerlijk. En ik kan zwemmen. Zo dames en heren, ik heb niks gefilmd tijdens de drill of iets. Maar een super mooie spiegel heb ik net geland. Ik kom zo meteen een vrouw even een fotootje maken. Maar ik was eigenlijk al onderweg naar huis. Ik zag nog ergens een vis happen, dat was een schub. Ik gooide wat korstjes en ineens begon deze ook te happen. Dus toen wist ik wel voor welke ik ging. En ik ben er super blij mee. Prachtige vis. Hij gaf een goed gevecht. En ja, helemaal top. Een beetje aan de zijkant gehaakt. Maar... krijg ik er zo uit. Zo, en die is er alweer uit. Hij is lekker wild. Ja, tuurlijk. Zo, dames en heren. Super mooie spiegel. En gewoon een goed gevecht. Ik denk binnen 5 minuten had ik hem. Ik ben er super blij mee. En ik denk dat hij weer terug mag. Gaat ie? Zo, hij kan weer terug. Daar gaat hij, hè? Hoppakee. Ja. Wil je lekker zwemmen, man? Dames en heren, eerste broekvis. Eigenlijk was hij op een korsie. Ik zag hem hoppen in het kantje, echt 50 centimeter van mijn voet af. Ja, dat komt mooi uit dat ik daar gevoerd had. Ja, dat is waar. Helaas, papegaai, dat zag ik al terwijl hij hapte. Maar, ja. Maar wel echt een hele net vis voor op de oppervlakte. Van goed gevecht. Kilo 10, 9. Dus gaan even wegen. Dan mag hij denk ik terug. Juist. Lekker hè. Oké, wacht. Zo zie je maar. Hele nacht niks gevangen. Korsie, ik ben 5 minuten bezig en mooie vis van 8 kilo. Storm Blank 7. Ja, dat is lekker hè. Dat zijn de Blank 7's die je wil hè. Zeker ja. Keurig. Keurig.
Nou, goedemiddag. Wat heb je nou allemaal nodig voor het korsten of brokken? Waar ik niet zonder weg ga is een schepnet en een ontwaakmat. Dat is natuurlijk logisch. Een mooi spinengeltje is gewoon voldoende. Je kan ook een penengel nemen, maar wij hebben gewoon een... 2,40 meter. Kijk, mijn oogje eronder, 2800ste. Dat is prima, voldoende. Gaat prima. En dan als haak hebben wij de Flota-klauw van Nash. Die is speciaal ontworpen voor het korsten en brokken. Met een brede bocht waar je vaker raak slaat. Daar hebben we dan een elastiekje op gemonteerd. En daar kan je dan je brok doorheen schuiven. Daarnaast, een van de essentieelste onderdelen is dat ding wat ik hier op mijn hoofd heb. Mooi. Een Polaroid bril. Welke jongen is dat? Het is een Fortis. Veel te duur voor jullie allemaal. Nee, valt mee. 40 euro. Maar je ziet gewoon veel meer. Je ziet vissen die je normaal niet zou zien. Ja, dat is echt wel ziek. Ook al hadden we niet verwacht. Zelfs 's ochtends of 's avonds als de zon weg is, dan zie je gewoon echt een groot verschil dan zonder. Dus echt essentieel voor het korsten en op en brokken. En dan natuurlijk nog de korsten en brokken zelf. Gaan we meestal pas vissen als de vissen azen. Ja. Dan heb je meer kans om te vangen. En met je gevoerd. Korstjes erbij. Let's go. Komt goed. Komt gewoon helemaal goed. Mooi. Ja. Gaat goed. Kijk eens wie we daar hebben. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Mr. Skillpad. Deze motherfuckers altijd. Verpesten heel je voercampagne. Kan ze wel schieten. Nee, dat doen we niet joh. We zijn natuurliefhebbers. Nou, daar hebben we nummer 2 van de oppervlakte terrors. Meerkoeten, eenden. Noem maar op. Helemaal kut. Ah, kut, sorry. Schiet hij los. Dat is oude zonde. Dus je ziet het, een onwijs compacte uitrusting. Zakje met hondenbrokken, hengeltje, polaroidbril, ontwaakmat, statief en een schepnet. En een tasje met haken natuurlijk. Beetbandjes, stiekjes. Maar meer heb je eigenlijk niet nodig. Vispas natuurlijk. Maar dit is wel super compact. Ik zal je even een paar voorbeelden geven van goede oppervlakte stekken. Waar kan je de karper nou verwachten? Waar is de moeite om even te gaan voeren? Dus dat zijn onder andere, wat je hier ziet, regenvelden. Ligt altijd uit de wind, in de zon. Karp zitten er echt vaak tussen. Zeker rond mei, juni, paaiperiode. Gaan ze in zulke velden gaan ze zich ophouden en vervolgens paaien. Zeker een goed stekkie. Jongens, dit is helemaal een mooie stek. Je ziet daar een overhangende tak. Je ziet hier twee regenvelden en een afscheiding van van een zijsoort eigenlijk. En je ziet daar allemaal velddrijven, want dat houdt natuurlijk tegen. Ja, dit zijn echt de perfecte hoekjes voor karpen. Daar liggen ze heel veel kraag in. Dus ga lekker met je polaroidbril op stap. Kijk eens wat er tussen liggen. Als je ze al ziet, gooi je een broodkastje erbij. Als je nog niet ziet, voer en kom dan een later tijdstip terug. Brokken kunnen meestal een paar uur in het water blijven. Dus je hoeft echt niet meteen binnen een kwartier terug te zijn. Laat die vis maar lekker aan wennen. En dan, voor je het weet, zitten ze erop en dan gaan ze lekker azen. Ik zie echt niks. Ja hoor. Kijk eens. Wat een baas. Kom hier. Nee, hij filmt vanaf hier. Die wietse... Wietjes vangt gewoon even een mooie karper bij ons voor in de sloot. En ik film uit Wietjes raam. Dat is toch baas. Woe! Nou jongens, dit is toch al het toppunt van mooiheid. Ik zit daar boven uit het raam. Ik zit te leren. Ik had mijn raampje open en ik hoor dus surfen. Ik hoor een beetje sparteren. Ik denk, nou, laat ik een paar korstjes erin gooien. En 5 minuten later, hap je hem. Hoppa! Er zat een schrijfschutter, zat hij uit het raam te filmen. Ja. Dus aanwezig op film. Heerlijk. Helemaal tof.
Lekker neef. Eindelijk mijn eerste oppervlaktekar van het jaar. Echt? Dat is ook best wel droevig. Dat is wel droevig inderdaad. Binnen een minuut. Dat is wel mooi. Nou kijk. Daar doen we het voor. Hoppa. Zo, hij is inderdaad wel best wel dik. Of met sokken. Kijk deze jongen. Zo, hij is echt dik. Echt wel een ziek beestje. Ik ga hem even filmen. Dan kan hij gelijk weer terug. Ja, jongens, dit is toch bizar. Vanuit mijn voortuin, karp gespot, een paar kostjes erbij en binnen een minuut hapt hij. Hij is echt onwijs dik en kort. En klein. Hij zit onder de parasieten. En zus wordt gek, omdat we moeten eten. Zo'n mooi visje vak voor de paai. Of snel over de andere kant. En dan gaan we eten. Ja, mooi. Is toch leuk dit op de oppervlakte. Let's go. Ja. Ja, later. Ja, ja. Ja jongens, dit is mooi. Dit is mijn kamer. Je hebt niet op de rommel. En hier staat Chitter dus. Met zijn schijfschutter. Geweer. Er moet ook wel een kamer. En daar heb ik die vis gevangen. Dat is toch lekker joh. Ik observeerde hem vanuit het geluid. Wat hij maakte uit mijn kamer. Ik een raampje open. Dus zo zie je maar. Hij had die raam open. Jongens, ik ben er weer even op uitgegaan. Ik was druk met school deze avond. Het is nu 9:15. Het is ongeveer de langste dag van het jaar. 25 mei is het nu. En ik denk even één zootje langs fietsen. Ik zie er even voor de kant happen. En voordat je het wist, binnen 10 seconden had hij hem al. Dus geen aanmeet op film. Maar het is zeker weer een heel mooi karpje. Even voor jou te zien. Volgens mij mooi van kleur. Ik ga even het matje weg. Zo, ik heb even heel de groente daar salade meegenomen. Altijd die velkies. Ik blijf het maar zeggen, ze zijn altijd productief. Hij lag dus te happen. En niet echt te happen, hij lag een beetje met rieten te spelen. Ik denk, ik leg mijn kostje erbij. Ik pak mijn kamer. Maar toen had hij hem al. Kijk eens, het perfect gaat. Als je het goed ziet. Ja, helemaal top. Top haak ook. De flotakraal van Nash voor het oppervlakte. Ik krijg gewoon mijn broodkust erdoorheen en hij pakt hem al. Dus eerst is binnen, het is 9:15 en hij mag gaan. Ik ga door naar de volgende. Hoop op een grotere. Nou, jongens, stekkers dit zijn ook echt perfect. Ik heb in de wielte, regies, riet. Dus ik heb hier ook wat gevoerd. Ik heb vorige keer 2 vis verspild. Dus leg hem de beet niet in. Je krijgt natuurlijk wel sneller beet in de regies. Maar als je geen sterk genoeg hengel hebt, dan kan je de beet er niet aan beginnen. Dus ik ga nog eens een keer met een zwaardere hengel hier terug voor het regenveldje. En een gevlucht terrein. Anders dan is het een onbegonnen zaak. Dus ik ga nu hier voeren. Hey jongens, jullie zien het. Er zitten 2 vissen op het voer. Ik ga de grootste uitkiezen. En dan mijn hengel erbij gooien. Lekker hoor.
Zo. Ze pakken hem met z'n tweeën tegelijk. Oké, dit is echt het ruigste shot ooit, jongen. Oh, heerlijk. Helemaal goud dit. Kijk dan, jongens, gaan. Lekker hoor. Zo, het schep was even lastig, maar hij is binnen. Het was volgens mij al de grootste van de groep. Dat is mooi. Ondanks dat er twee tegelijk hapten. Lekker vissen, jongens. Heerlijk, ik sport aan zo'n spinnengeltje. Je hebt het gezien. We zijn aan het haken en dan mogen we terug. Nou jongens, dan zie je maar hoe effectief het kan zijn. Ik ben een halfje aan het vissen. Twee gevangen. Eentje expres misgeslagen, omdat hij te klein was. En eentje bewust onbewust niet expres misgeslagen. Maar ja, niet normaal hoeveel activiteit en snelheid je dus met deze vis. Zo, diep er zin in. Lekker hoor. Zo, we hebben hier ondersteuning. Kijk eens, kijk. TV Fishing Team. Ja, zeker. Kom maar toppen. Ik hou het net. Je houdt het net? Ja. Oké, nou dan hou de camera vast. Dan ga ik hem even binnenhalen. Ja. Jamie, wat een kijk hem gaan dan, joh. Lekker aan het vissen. Ik kan vissen. 25 graden. Het is 10 uur 's avonds of zo. Ja, heerlijk. Lekker dagje strand gehad. Ook nog. Ja, en hij heeft weer beet hoor. Wat zei je? Hij heeft weer beet. Hij heeft weer beet. Ja, dat is de vraag wat het wordt, hè? Kijk hem dan. Kijk hem spartelen. Aandoenlijk is dit. Godverdomme. Oh, hij gaat daar weg. Vindt hier leuk dit? Kijk op dat happen. Ja. Nee joh! Heb je hem? Hij zit in het net. Lekker man. Eindelijk. Nou, kijk eens. We gaan hem meteen even tonen. We gaan hem even tonen. Toch weer op dat simpele broodkostje. Uit de moeders broodkist getoverd. Zo simpel kan ja, het zijn. Ja, het is allemaal niet zo moeilijk jongens. Iedereen kan het. Je ziet het. Zo is het. Het is allemaal niet zo moeilijk. Toch wel een mooi karpje. Nummer 3 van vanavond. Ik ging pas 9:15 ging ik weg. Het is nu 10 uur. Half 11? Ja, wel 10:30, ja. Ja, het is 10:30. Ja, maar goed. Zie je maar hoe productief je tijd kan besteden. Ik heb vanavond even aan school gezeten. Toen ik met jou was, dacht ik, ja, toch even vissen. Het is lekker hoor. Lekker in de buurt gevist. We hebben lekker mooie. Het is een hele mooie. Ja? Ja. Wat cijfer krijgt hij? Een 8,5 krijgt hij van mij. Ja, prachtig. Kijk. Zeker is dat. Mooi figuur. Ja? Ja. Wat heb je nog meer op tv, deze vis aan te merken? Ja, gewoon lekker mooi. Ik vind het een mooi kleurtje ook. Ja? Ja. Ja. Mooi figuur. Lekker bekkie zit erop. Lekker bekkie, lekker happen. En voor mij wil hij weer naar het water, ja, hij hoor. Hij mag weer gaan. Ja. Zeker. Moet wel blijven leven. Hoe lang kan hij eigenlijk zonder... 10 minuten of zo. Hoor. Oh. Maar even, voor de duidelijkheid. Je zit hier bij een hoogkade met stenen. Zorg altijd dat je je mat mee hebt, je onthaakmat. Ja, je mat, heel belangrijk. En dit is de veiligste manier om de vis terug te doen. Gewoon terug in het net waar je hem mee gevangen hebt. En dan laat je hem zo weer gaan. Kijk eens. Hij is de veiligste manier. Waarom is het de veiligste manier? Anders breekt hij iets. Je kan hem met je handen zo teruggooien. Maar dat is natuurlijk niet heel goed. Als hij spartelt, dan valt hij niet ervan. Ik ga weer lekker naar huis. Is goed. Morgen weer de ambtenaar uithangen, dus ja? Ja, okay. Lekker werken jongens. Wat voor ambtenarenbaan heb jij?
Ik werk bij de sociale verzekering. Dat is wel, dat klinkt wel heel links. Dus ik ben echt een ambtenaar met echt ontzettend leuk werk, jongens. Ja. Kijk, goed zo. Hou zo. Ja, ga je dit ook echt inzetten? Zo, dames en heren. Ik ben denk ik 1 of 2 minuutjes weg van huis. En ik fiets langs de sleuteling, zo van vishappen. 1 korstje was genoeg. En hij heeft er nog wel zin in. Ik zie jullie zo. Woe. Zo dan. Lekker hoor. Nou dames en heren, zoals jullie net al hoorden. Ik denk dat ik 1 minuut aan het fietsen was. Toen zag ik hem happen. Ah, 2 minuten later hing hij eraan. Helemaal toppie. En hij mag weer terug. Nou dames en heren, dat was hem weer. De oppervlakte video. Vonden jullie nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Abonneer voor meer. Zoals jullie weten, voor 2020, 20.000 abonnees, alle 3 de kopjes kaal. Als jullie nog suggesties hebben voor wat voor video's we moeten maken, zet ze hieronder in de comments. En dan zien we jullie volgende week weer. De mazzel. Ah joh, kut zo. Amateur. Amateur.